Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Jennifer Dekkers en ik ben niet zo lang wakker. En het is nu iets van 10 uur, dus ik ga zo meteen lekker eten. Ik ga vandaag weer proberen een workout te doen. Maar eerst ga ik alles opruimen. De cadeautjes een mooie plek geven. En de ravage in de keuken opruimen. Het is echt een ravage, het is niet netjes meer, alles is vies. Dus het is wel nodig om alles op te ruimen daar. En ja... Geen idee of je sushi in de vriezer moet gooien, maar dan wordt het niet meer lekker, denk ik. Vince heeft dat gedaan. Ik wil even jullie reacties weten. Moet je sushi dat bestelde, zeg maar, en gebracht wordt hier in de vriezer gooien? Mij lijkt van niet, want dan gaat de smaak van de sushi weg. Dat denk ik tenminste. Vince heeft het in de vriezer gegooid, ik weet ook niet waarom. Zo zonde van de sushi, maar ja. De ratjes slapen, zie ik. Nou, ik heb gemerkt dat Luna aan de kooi knaagt, aan de tralies. Dus ik moet eventjes de indeling, denk ik, veranderen. Want dan verveelt ze zich. Of ik moet een wielrennenrat kopen. Ja, dat kan ook. ja, dan moet ik even nadenken hoe ik dat ga doen. Want ik neem aan dat ze zich dan vervelen of zo. Alleen zij doet het, de andere drie doen het niet. Dus ik moet eventjes een oplossing ervoor bedenken. Dus ja, ik vind het werkend dat trouwens. Maar ja, ik moet even nadenken over die ratjes. Wat ik ga doen voor haar. Want ja, als zij zich verveelt, dan moet ik echt iets bedenken ervoor. En, ja, ze slapen allemaal op het huisje in plaats van in het huisje. Vraag me niet waarom, ik weet echt niet waarom. Dat is echt super vreemd. Nou. Ik heb leuke dagen gehad. Nu zijn er weer andere mensen jarig op Facebook bij mij. Dus ik ga die weer feliciteren zometeen. Maar eerst even een broodje eten. Deel 1 van de was is gedaan. Nou, het andere deel nog. Dat staat al in de wasmachine. Dat is lekker aan het draaien. En nou ga ik deze nog even een plekje geven. Ik ben ook eventjes bezig geweest met tekenen. Dus daar had ik ook even een leuke bezigheid aan. De snoepjes die ik heb gekregen kan ik wel even in dat wekflespotje doen. Nou ja, wekpotje of zo. Toch, het is wekpotje, geloof ik. Ik eet de laatste tijd eigenlijk haast geen snoepjes meer. Dus het is lief wat mijn stiefbroer heeft gedaan. Maar dus, ja, ik eet haast niet meer. Snoep dan bedoel ik. Dan deze. Zo. Dan kan het daar even in zitten. Ik hoop dat het goed blijft. Iemand vroeg me laatst trouwens ook van waarom staat die soundbar nog aan? Dat staat altijd aan, denk ik. Oh, deze had ik ook nog in de wasmachine kunnen doen. Juist. Ja, die handdoeken bedoel ik hier zo. Ik heb handdoeken gekregen ook. Deze. Die had ik eigenlijk ook nog in de wasmachine kunnen doen. Maar ja, dat ben ik dus vergeten. Maar ik kan ze wel in de wasmand leggen. Kan dat een andere keer. En dan ook nog het magneetje een leuk plekje geven. Ik ben ook bezig geweest met Spotify. Even dat een update geven qua muziekvoorkeur en zo. Even deze hier neerleggen. Nou, deze moet ik losknippen. Ik doe het gewoon even zo. Juist. Hey, hier blijven. Oké. Zo. Nou, het zijn echt leuke handdoeken dit. Die ik heb gekregen. Kijk, theedoeken zijn dit. Jammer van die gaatjes, maar ja, dat kunnen we niks aan doen. Ze zaten namelijk vast. Maar dit zijn best wel grote. Ze zijn echt groot. Ik vind het fijn. Zo, af als een wasmand. Deze is ook best groot hoor. Voor een handdoek. Om aan af te drogen voor je handen. Nou, die moet nog 26 minuten, die vaatwasser. Wasmachine. Ja, de keuken ziet er al een stuk netter uit nu, vind ik. Daar ben ik ook blij om. Maar ja, het was echt heel erg. Het zag er niet meer uit en je kon eigenlijk de keukenblad niet eens meer zien. Zo erg was het. Daarom wou ik het ook niet laten zien. Het was te erg. ja, ik geef je een leuk plekje voor deze zoeken. Dit is namelijk een koelkastmagneetje dat ik heb gekregen. En ik krijg een heel mooi plekje. Zo.
Deze gaat naar beneden. Milaan. En dan ben ik nog even bezig met opruimen. Ik ben ook nog best moe. Ik heb wel goed geslapen deze keer. Ik heb niet eens gehoord dat er werd aangebeld of zo. Volgens mij wel vindt dat voor mij besparen. Ik lag zo lekker te slapen. ja. Ik weet niet zo goed wat jullie van mij verwachten nu eigenlijk. Ik zit nog steeds in de ziektewet en ik wil graag leuke dingen doen. Maar het lukt me nog niet. Dus ik ben bezig met tekenen. Ik laat jullie gerust een keertje een tekenvideo zien. Dat ik aan het tekenen ben van de mandala's die ik zelf maak. Zo noemde iemand laatst een TikTok live. Heel af en toe ben ik live op TikTok. Niet altijd, want ik red het gewoon niet. Ik probeer af en toe een filmpje te maken, maar ja. Ik doe mijn best in ieder geval. And that's all I can say about it. Nou. En dan gaan we nu even kijken naar de overkant. En ik zie dat mensen hun was weer buiten hebben gehangen. Kan allemaal. Maakt niet uit. Maar volgens mij zou het gaan regenen. Dus ik zou het binnen zetten. Dus dan maakt het wel weer uit. Ja. Mijn hoofd zit vol ideeën. En het lukt niet om ze te uiten nu op dit moment. Dus ik heb geen idee wat ik moet doen. Het is lastig voor mij. Ik moet mijn ei kwijt ergens. Dus ik doe het zo. Mijn ei kwijt over mijn frustraties? Nee, want dat zit niemand op te wachten. Ja. Ik voel me af en toe gefrustreerd. Moe en boos tegelijk. Boos weet ik niet eens waarom. Hé, hey, hou je mondje. Nou ja, ook wel eens verdrietig. En ja. En een beetje gestrest. Mede omdat ik niet zo goed weet wat Vince allemaal wil met zijn nieuwe woning. Hij is niet duidelijk erin en ik haat dat als mensen niet duidelijk zijn. Dat vind ik zo jammer. Dat is niet leuk. Dus ja. Yeah. Dat is echt even lastig. Maar we komen er wel weer bovenop. En ja. Moet eigenlijk de wasmand hier zetten. Nou, de vaatwasser ga ik ook even legen. Want die is ook nog vol. En dat moet even weer opgeruimd worden. Want ja, ik zal nu even dit laten zien. Dit was allemaal niet meer te zien namelijk. En het is nog niet helemaal je van het, maar het is beter nu. Toch? Lijkt mij wel. Vuilniszakken ga ik weggooien. Of Vince dan in ieder geval, want ik heb niet de behoefte om vandaag naar buiten te gaan. Ik ken mijn dag niet wat dat betreft. Het zijn de handjes, Vince. Het zijn geen klauwen meer. Nee, het zijn handjes. De achterkant is zijn pootjes. Oh, gaat ze weer op je hoofd? Nee, net niet. Spikey zit bij Vince op de schouder. Oh! Kom maar. Ja, zij wel. Nou, Spikey, je bent lief hoor tegen papa Vince. Oké. Dat hè? Tolly. Ze valt niet. Ze valt niet. Ze is alleen een wagenhals. Kom maar. Nou, nu gaat ze hier pesten zo. Zit je veilig hier zo? Heb ik meer haar voor je? Ja, wat is dat toch? Kom maar, ga naar boven. Auw! Oké, nu moet je luisteren naar papa. Auw. Zo. Wat de hel doe jij? Nee, die rat. Wat doe jij? Je bent echt een waaghalsje. Nou, zij weet hoe ze weg wil komen bij iedereen, Vince. Spikey. Spikey is lief, 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 lief. Oh, hey, wat doe je? Je bent echt een waaghals. Je bent eerst in de buurt van de kooi. Ja, wil je zo graag weer terug? Je moet aan me wennen, joh. Ratjes zijn lief, maar ook wel een beetje waaghalserig. Eens kijken of ze hier op de stoel gaan zitten. Ga je op de stoel zitten? Nou, je doet het ook nog. Soort van. Niks aan de hand hoor. Wow.
Blijf wel zitten, hè. Ja, het is hoog, maar ik blijf in de buurt. Toch maar naar mij toe. Ja. Is dit niks? Nee? Ja, scherpe nagels. Oei. Oké, ik zit. Ratjes. Koek, koek. Hoi. Nou, de ratjes zitten hier weer. Hallo, ratjes. Hoi, Keiko. Ja, je vindt me nog steeds eng, hè? Keiko die plast nog steeds alles onder. Zoe gaat wat minder lekker en ik heb nog steeds geen dierenarts kunnen vinden die bereikbaar is of zo, zeg maar. Of beschikbaar. En dat is jammer. Maar ja, ik ga lekker afsluiten. Ik ga morgen weer naar fysiotherapie. Dus ik ga jullie vragen om op mijn kanaal te gaan abonneren. En een blauw duimpje omhoog van vind ik leuk. Zou ik heel erg lief vinden. En dan zie ik jullie weer bij een volgende vlog. Maar eerst even dit. Keiko is bang. Kijk, als ik dit doe, gaat ze helemaal naar achteren. Je hoeft niet bang te zijn, ik doe niks. Dit doet ze al vanaf het begin dat ik haar heb. Helemaal naar achteren gaan. Ik doe toch niks? Kijk, en dan als ik weer weg ben, en ik doe zo, komt ze wel op mijn hand, zeg maar, een beetje zo kijken van wat is dit? Nou ja, rare rat, ik probeer er tam te maken. Maar bij deze weer, rollatus!